is super leuk dat je weer bent bij deze nieuwe weekvlog. Sinds deze week heb ik echt vakantie. Ben ik super veel met Stan en doen we veel gezellige dingen. Ook hebben we een date night waarin we naar een super mooi fancy restaurant gaan. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijk wel. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vergeet me zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. En laten we dan maar gaan beginnen met de weekvlog. Hey, we zijn weer bij maandag aangekomen. Een nieuwe weekvlog. Ik ben deze week niet zo lekker begonnen. Ik ben namelijk echt vet ziek geworden vannacht. Echt kotsen en dit en dat. Nu voel ik me overigens beter. Ik voel me nog een beetje misselijk, maar ja, ik weet niet echt. Niet echt topfit, maar niet dat je denkt van oké, ik had wel eens gisteren uit eten geweest, denk niet goed gevallen, ik weet het niet. Maar ja, ik had vanochtend mijn eindbeoordelingsgesprek van mijn minor en ik heb hem gehaald. In ieder geval het gesprek ging helemaal kut, want ik heb natuurlijk niet geslapen vannacht, want ik voelde me helemaal kut en misselijk en ik heb het helemaal verpest, maar ze zei, ja, je hebt je portfolio gewoon zo goed gedaan en alle opdrachten, dus ja, je hebt het wel gewoon gehaald. Dus ik heb mijn minor gehaald en dat betekent nu dat ik vakantie heb. Ik ga letterlijk volgende week al op vakantie, jongens. Ik kan niet wachten. Oh my god, ik kan echt niet wachten. Volgende week woensdagochtend ga ik gewoon op vakantie. Wat een leven. Ja, ik ga zo meteen lekker varen. Ik heb vanochtend wat dingetjes gedaan voor een samenwerking. En ik heb deze week ook heel leuk een samenwerking met de senior. Maar daar komt later meer over. Alright guys, ik zit nu in de auto. Ik ga onderweg naar Stan. We gaan dus lekker samen varen. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ben nog steeds echt kotsmisselijk. Ik heb nog niks gegeten. Het is 1 uur. En ik weet echt niet waardoor het komt. Misschien omdat ik zo gezond eet of zo. En nu opeens echt veel en ongezond heb gegeten. Ik weet het niet. Het is echt geen fijn gevoel. Stan heeft super lief even een bakje fruit gehaald en een salade. Want ik moet natuurlijk ook werken, dus ik moet wel iets gegeten hebben. Maar wat een nacht. Echt gewoon niet geslapen. Echt vreselijk. Nou jongens, ik zit nu lekker op de boot. Heerlijk. Echt genieten. Dit is echt te nodig. Ik heb nu gewoon... Jij hebt een vakantie. Gewoon lekker vakantie. En wij gaan volgende week woensdag gewoon echt op vakantie. Echt, oh my god, ik kan niet wachten. Zo veel zin in alles. Oké, ik ben inmiddels terug van mijn werk. En het was echt best wel druk. Dus was kut. Oké guys, zoals ik dus al zei, heb ik een vet leuke samenwerking met de CNO. En ik heb net met mijn vader de posters aan de muur gehangen. Tadaa! Ik ga even een goede look laten zien. Dat hangt bij mij dus zo. Ik heb hier deze echt Gossip Girl meiden. No me! Waarom ik deze zo graag wilde. Ik heb deze gewoon leuk hier in het hoekje. En deze drie dus bij elkaar. Ik vind het echt super leuk. Ik heb deze bij elkaar gekocht. Je kan namelijk ook bepaalde stijlen kopen die al die hun zeg maar al klaargesteld hebben. En ik vond deze echt vet leuk bij elkaar. Ik vond deze kleuren ook mooi omdat het vaker terugkomt in mijn kamer. Een beetje die bruinige tinten. En verder gewoon lekker zwart-wit zodat het niet te druk aan de muur is. Want ik wilde niet een te drukke muur. Maar het past zo goed bij die beige tinten die ik dus in mijn kamer heb. I freaking love it. Ik heb veel wit met soorten meubels. Dus daarom die zwarte lijsten. Ja, ik vind het echt zo mooi. Ik ben er echt zo, zo blij mee, jongens. I love it. Er loopt nu een grote sale bij Desenio. Er zijn artikelen met 35% korting. En met mijn kortingscode Sarah Verwoerd krijg je nog 10% korting hierbovenop. Dus dat is echt super te gek natuurlijk. Dat je zo'n hoge korting kan krijgen. Je krijgt dus 45% korting als je mijn code gebruikt. Linkje en de kortingscode staat nog voor de zekerheid in de beschrijving. En deze kortingscode is geldig tot 30 juni. Dus vergeet hem zeker niet snel te gebruiken. Anders loop je hem alweer mis. Maar ja, ik ben echt super tevreden over het eindresultaat. Ik heb net dus even mijn vader opgehangen. Ja, ik ben zo blij. Echt, oh my god. Mijn kamer is eindelijk af, jongens. Jullie weten hoe lang ik al bezig was met het veranderen van mijn kamer. Ik weet niet, ik heb nu eindelijk het gevoel dat het helemaal af is of zo.
Dus ja, ik ben er echt helemaal blij mee. Ik vind het ook niet te druk. Het is gewoon echt net perfect. Dus ja, vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken en de link in de beschrijving te checken. Ik ben helemaal happy, helemaal in mijn hum. Ik kan er zo blij van worden als mijn kamer er gewoon goed uitziet en lekker, ja, lekker gewoon netjes. Het is gewoon netjes classy. Ja, ik... I freaking love it. Daarnaast ga ik zo meteen gezellig naar Anna. Want die, ben, ja, die zit daar voetbal te kijken. En Stan met Stan's vrienden. En Nina en zo zijn er ook. Ik heb dit topje aan van Chiquelle. En deze broek trouwens ook van Chiquelle. Ik weet alleen nog niet welke schoen ik hierop aan wil doen. Dus daar gaan we gewoon zo gezellig even heen. Even een wijntje doen. Even gewoon leuk. Ja. Dat is het eigenlijk niet echt bijzonder. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik word met een kater wakker. Je hoort het ook echt aan mijn stem. Ik heb ook lopen met blaren weer. Gisteren zijn we dus naar Anne gegaan. En het was gewoon maandagavond. Maar iedereen had vakantie. Of, nou ja, niet eens iedereen. Sommigen moesten gewoon werken vanochtend om 8 uur. Ik en Sanne hadden vakantie. We dachten, joe, we gaan ervoor. Ze is lekker sopen. Echt, oh, zo'n kopje van de wijn. Oeh, maar ja. Weet je, that's life. Ik heb nu dit topje aan. Ik heb dit topje aan van Chiquelle met een broek van H&M. En ik moet nu snel naar de dokter, want ik heb een vrat hier op mijn enkel. En die moet ik even laten wegstippen. Zo, Stan en ik hebben onszelf verwend met een heerlijk broodje cappuccino. Heerlijk, dit gaan we even opeten hoor. Nou jongens, we zitten nu op de scooter. Ik weet niet of je me hoort. Maar we gaan even naar Alfa. Een cadeautje kopen voor Emiel. Oh, dat is morgen al, hè? Morgen gaan we gezellig naar Emiel. Dat is mijn neefje. Gezellig verjaardag. 29 graden in de wagen, 2 uur opgehaald. Hè? 29 graden in de wagen zitten morgen. Oh, zo kut. Alright, ik ben inmiddels thuis van mijn werk. Het was echt een lange dag. Ik ben nog steeds zo blij met de posters. Echt, oh, I love it. Ik word er echt zo blij van als ik er naar kijk. Ik ben vandaag dus naar Alphen geweest met Stan. Ik heb even een cadeautje gekocht voor Emiel. Dat is dus mijn neefje, het kind van mijn broer. Voor de mensen die het niet weten, mijn broer die woont helemaal bij Enschede. Dus die woont super ver weg. 2 uur rijden vanaf mij. En morgen is mijn neefje jarig, dus gaan we daarheen. Stan en ik gaan daar gezellig samen mee. En mijn ouders gaan met mijn oma's heen. Dus hebben we even leuke cadeautjes gekocht bij de Intertoys. Een soort spel, visspel dat hij kan vissen. En iets dat hij in elkaar kan timmeren en zo. Want hij is helemaal van, nou, dat. En toen ging ik naar de Ethos om een nieuwe mascara te halen. Ik wilde eigenlijk de Sky High mascara kopen. En toen dacht ik dat die 18 euro was. En toen dacht ik echt, nee, die gaan niet meer geld aan uitgeven. Ik vond hem goed, maar niet zo goed. Dus ik heb nu gewoon weer de... Essence Princess. Ik heb er echt 500 van deze. Maar ik dacht, nou weet je, ik kan altijd... Hoe was het van pas? Stan en ik hebben ook even dingen gericht voor vakantie. En de volgende week gaan we vakantie. We hebben PCR-test ingepland. We gaan onze tanden laten bleken. En dat was het. Dat was het eigenlijk. En toen zag ik ook de 3D White Oral-B. En dit heeft dus kokosolie in de tandpasta zitten. Ik dacht dat ik moet proberen. Kokosolie er. Ik ben zo benieuwd hoe het smaakt. Ik hou echt van kokos. Dus als die naar kokos smaakt. Oh my god. Dat is zo leuk. Ik ga zo mijn tanden ermee poetsen en proberen. Gent. Heel lichtjes. Het is echt gewoon echt mint. Echt zo'n... Oeh, dit is lekker. Ik had er echt 500 mee moeten nemen. Jammer. Maar goed. Deze stamp is klaar. Vet leuk. En daarnaast heb ik ook nog een deo nodig. En ik zag deze in de aanbieding. Ik weet maar echt niet welke deo ik heb. Ik heb niet eens deo. Ik zweet nooit. Jongens, het is echt absurd. Maar ik zweet gewoon nooit. Ik heb nooit deo. Ja, alleen als ik sport, dan zweet ik, maar dan heb ik ook gewoon geen zweetgeur. Het is zo apart. En ja, mijn ouders hebben het dus ook. Maar ik heb echt gewoon chill. Maar ik dacht, nou ja, misschien moet ik een keer deo hebben. En nee, het is niet dat ik het zelf niet ruik, want ik heb het zo vaak aan anderen gevraagd. Ik heb ook nooit zweetvlekken. Nooit. Echt gewoon.
Nooit? Ja, echt, ik heb echt een super chill leven. Gast, hoezo krijg ik dit er niet af? En ik moet eigenlijk zeg maar nog de weegvlog editen, maar dat heb ik nog niet zo heel gezien. Ik wil die stomme sticker af. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Het is 8:30. Ik heb me opgemaakt. Ik heb eigenlijk alleen mijn wenkbrauwen en mascara gedaan. Want het wordt super mooi weer vandaag. Ik ga vandaag helemaal naar Haaksbergen, want daar woont mijn broer. Dat ligt helemaal bij de Thaise grens, want mijn neef is jarig. Dus super gezellig. Dit is mijn outfit. I love it. Ik heb deze top aan van Chiquel. Hoe cute. Vanachter is het zo. En het broekje van Naked. Super cute. En dan deze sandalen van Shine. Of Shein. Helemaal cute. Ik krijg er wel onder blauwe plek, want ik ging paaldansen. Ja, toen ik dronken was. Dacht helemaal goed dat ik het helemaal goed kon, maar ja, dat kon ik dus niet. Dit was mijn leven. Alright, ik zit inmiddels in de auto. Ik ben even mijn oma aan het ophalen. Dan ga ik zo meteen met mijn andere oma, moeder en Stan en mijn vader rijden. En dan gaan we daar vanaf daar, mijn vader is aan het werk. En dan gaan we vanaf daar verder rijden. Het is echt 2 uur rijden, dus ik zit echt vet lang in de auto vandaag. Tot het super mooi weer is, dus dat is echt heel erg jammer. Maar ja, weet je, het is wel echt heel erg leuk om mijn kleine poefje weer te zien. Oké, ik zit nu in de auto met Stan. We moeten nog wel een tijdje rijden, maar we hadden even een koffie gehaald. Bij de Laplace. Lekker. Ik heb een broodje. Maar ze komen pas om 3 uur aan. Ik dacht, we moeten wel even een broodje eten. Met kip zit erop. Is lekker. Tagay. Oh. Ik heb het eigenlijk niet eens gelezen. Tzatziki. Tzatziki. Saus. Ja. Mmm. Heel lekker. Het is altijd wel lekkere broodjes aan. Mmm. Ja. Maar we gaan even opeten. En gaan we verder rijden. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is bijna 12 uur, Stan en ik hebben lekker uitgeslapen. En ik heb nu mijn sportoutfit aan, want we gaan samen even sporten. Superleuk, Stan is echt namelijk van sporten en zo. Dus hij gaat even alles goed uitleggen en kan ons even laten zien. Dus ja, we hebben net even een koffie gedronken, Love Island gekeken. We zijn helemaal into the Love Island, I love it. En ja, dan gaan we nu lekker sporten. Oké, het is inmiddels alweer 2:15. We hebben lekker gesport. Dat was echt top. We hebben echt goed gesport. In ieder geval, ik vind dat ik het goed gedaan heb. En we zijn daarna even naar... Hè? Ja, heb ik het gewassen goed gedaan? Oké, nou, we zijn even naar de Albert Heijn gegaan. We hebben lekker zalm gehaald en... We hebben met roomkaas en rucola. Ik heb het op crackers en Stan heeft het lekker op een broodje. Het ziet er echt heel goed uit. Echt alsof het van een restaurant komt. Heerlijk. Mm-hmm. En we gaan nu lekker, of course, Love Island kijken. En ik moet vanmiddag ook werken. We gaan gewoon lekker chillen. Echt, oh, wat een leven is mijn vakantie. Oh ja, en we hebben trouwens ook gezond ijs gekocht. Dat zie ik superveel op TikTok. Die van Oppo. En deze bevat 400 calorieën voor de hele pak. Dus 200. Ja. Dus hoeveel was een McFlurry ook alweer? Het was echt 400-500. Eén McFlurry. Dit hele pak bevat gewoon 400. En we hebben chocolate caramel cookie. Lekker. Ik ben een tijdje terug van mijn werk. Ik ga nu even mijn scooter schoonmaken. Want die is echt ontzettend vies. Dus dat is de planning. Nou, mijn scootertje is weer heerlijk schoon. Hij was echt zo vies en stoffig. En het was echt niet normaal. Want het is nu weer lekker schoon. Ik heb mijn scooter trouwens gekocht bij Vespa Designers. En hun zijn zo top. Ze hebben echt ziek mooie kleuren. Echt gewoon, ze komen aan exclusieve kleuren van Ferrari en Lamborghini. En allemaal van die dure automerken en zo.
En dat je kan helemaal customizen zoals je zelf wil. Ze hebben bijvoorbeeld bij mij alles zwarte details gemaakt. En ik heb smokelichten. En ja, het is gewoon allemaal mooi en goed afgewerkt. Dus daar ben ik helemaal happy mee. Dus ja, zoek je nog zoiets, check Vespa Designers. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Gisteren heb ik de hele avond geëdit. Vandaag moet ik de hele dag filmen en editen, want ik ga natuurlijk op vakantie. Dus ik wil video's klaar bestaan. Oh, het geluid is nu sowieso anders, want deze microfoon zit nu aangesloten op mijn camera. Oké, ik heb echt net een stem die net wakker is. Ik ben nu weer aan het editen, jongens. Live verslaggeving van Sarah Woerd. Dus ik ga even lekker verder. Oh my god, guys. Ik heb net echt in Speedy Gonzales tijd een video opgenomen. En ik zweet me helemaal de pleuris. Want ik moet mijn ramen dicht als ik video opneem. Want anders hoor je altijd die wind en het geluid en het verkeer. Echt, oh my god, ik heb zo gezweet gewoon. Want ik ga nu dus mee met Stan naar Amsterdam. Hij heeft namelijk een intake voor een doorzichtige beugel. Want hij heeft een tand die naar voren is gestaan. Hij heeft snotjes gehad. Maar hij wil dus weer corrigeren. Dus we hebben een intake bij zo'n beugel iets. Dus ik wilde graag met hem mee. Ik heb dit broekje aan van Shein. Topje ook van Shein. De schoenen van H&M. Leuk zomeroutfitje, want ik zweet me dood. En ik heb dus net de afvalvideo opgenomen. Die staat al online. Ik krijg heel vaak de vraag wanneer de video online komt. Maar die staat dus al online. Dus wil je mijn afval journey weten? Mijn tips en tricks met sporten en afvallen? Check de video out. Alright, zit nu in de auto onderweg naar Amsterdam. We zijn er al bijna. Hij zegt hier dat je rechtdoor moet. Oh nee. Huh? Hij deed heel raar. Was je telling misschien wat, hoe heet dat? Gedraaid. Flitspaalrood, 50 kilometer. Ik ben die flitsmeisje girl altijd. Maar we hebben ook allebei nog niks gegeten. Dus we gaan hier denk ik ook even een broodje halen of zo, toch? Even iets. Het is namelijk alweer 12 uur. En daarna ga ik naar huis. Moet ik nog editen en werken. Dus even mee met mijn schatje. Oké, we zijn nu weer terug. We zijn ook even spontaan lekker broodje gaan eten bij George. Heerlijk. Ik had een club chicken avocado. Dus dan een club sandwich, gewoon normaal. En even lekker in het zonnetje gezeten. Het was echt lekker warm. Het zou vandaag echt helemaal niet mooi weer worden. Het is nu ook echt veel minder weer. Mooi, maar we hebben echt precies even lekker in het zonnetje gezeten. Dat was echt top. We zijn nu thuis. Ik ga zo met een video editen. Ik moet ook nog werken vanmiddag om 5:30. Of 2 uurtjes. Dus ik ga even video editen. En dan chill dagje. Lekker productief. Lekker veel aan het doen. Helemaal leuk. Alright, ik ga nu onderweg naar mijn werk. Ik heb de video afgeëdit gekregen. Super chill. Dus ik wil alleen nog even het uploaden, het thumbnail te maken, pinch op die te zetten. Dus is dat ook helemaal geregeld. Oké, het is inmiddels alweer 8:30, 8:45. Ik ben er bij Stan en we gaan lekker de hele avond weer Love Island marathon houden. Hij heeft een soort tuinhuisje met een tv. Tuinhuisje, hoe noem je dat? Een soort veranda, overkapping. En heeft een tv en dus gaan we lekker daar in Love Island kijken. Het is echt super heet. En morgen ga ik mijn nagels laten doen, want er zijn 2 nagels afgevallen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdagochtend. Ik ben wakker geworden. Holy shit, bij Stan. Even kijken hoor, de batterij is niet goed. Ik ga nu mijn nagels laten doen, want mijn nagels zien er niet meer uit. Dus die ga ik even lekker doen. Ik ga nu naar Alphen, daarna ga ik naar de Bruintje Beers. Of naar de Galga, even kijken. Want morgen vaderdag even bier halen. Speciaal bier of zo, biertje van mijn vader. En vanaf de verjaardag van Daan, vriend van Nina. En dan ga ik ook even een flesje drank verhalen. Echt weer typisch mannen, hè? Altijd drank. Ik ga stuk. Dat is de planning. Ik ga nu en dan is het weer te laat. Oké, guys. Ik heb mijn nagels laten doen. Ze zijn zo fucking cute. Kijk hoe leuk dit is voor de zomer. I love it. Ik ben er bij de slijterij, dus ik ga even cadeautjes halen. Oké, ik heb even een cadeautje gehaald. Allemaal biertjes en een doosje Flugel. En van mijn vader heb ik ook een soort bierpakket. Maar het staat bovenaan, dus ik begin hem te pakken. Ik heb ook allemaal pakketjes binnengekregen. Allemaal PR-pakketjes, denk ik.
Dus die wil ik even aan jullie laten unboxen. Alright, het zijn er nogal een hoop. Hier en dit. Het is dus al opengemaakt en dat mijn ouders het hebben gedaan. Als eerst heb ik... Oh, dit zijn zelftesten. Dit zijn ook een pakketjes. Dan heb ik hier... Vita C Triple Exfoliating Facial Masker. Dit is dus een masker. Oh, dit is een miniatuur. Oh, dit was om uit te proberen of ik het wat vond. En anders vond ik... Ja, dit is dus een van de masker. Ik ben benieuwd. Dan heb ik hier een vet leuk pakket van X-Lash. Dit heb ik al geopend. En ik heb de X-Lash Eyelash Serum, de Brow Conditioner en de Lips. Heel erg benieuwd hiernaar. Dus deze ga ik uittesten. En dan bij de wimpers ga ik het verschil van before en after laten zien. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Echt vet mooie verpakking. Oh my god, hij is echt niet normaal groot. Oh my god, echt een fancy verpakking. Dit is dus een wimperserum. Oh my god, echt vet benieuwd. Maar ja, ik ga dus 5 weken testen en dan de resultaten met jullie delen. Vet leuk. Echt mooie verpakking, heel classy. Dit is de X-Brow. Dit is dus een brow conditioner. Heel erg benieuwd hiernaar. Dit moet je dus denk ik gewoon op je brows smeren. Oké. Dan heb ik de X Lips Intensive Care Lip Balm. Ik hou echt van lipbalsems. Ze zijn echt mijn leven. Voelt heel lekker aan. Oh ja. Oh, wat een lekker product. Glijdt echt over je lippen heen. Heerlijk. 3 hele leuke dingen. Maar ja, nu ga ik dus de resultaten over 5 weken testen. En dan heb ik hier van Kiehl's, denk ik, een pakket. Oh my god, dit ziet er zo cute uit. Wacht even hoor. Kijk hoe leuk deze doos eruit ziet. Wat zit hierin? Invitation. Oh, wat leuk. Ik kan dus bij de Kalverstraat een personal skin consultation doen. Dus dan gaan ze kijken naar mijn huid en wat er goed bij past. Like that. En dan zit er dus iets in en het is kapot. Oh nee. Het is kapot. Oh, wat zonde. Hij is gebroken. Jongens, hij is kapot. Dit is dus zo'n roller. Maar in principe, deze heb ik dus ook. En ik vind het zo fijn. Maar ik heb niet zo van een heel goed merk. Ik heb echt van bol.com op een of andere keer iets besteld. Maar op zich kan je die rollers ook gewoon los van elkaar gebruiken. Dus dat maakt heel veel uit. En er zit er dus zo'n ding bij. Dit is echt mijn leven. Dit vind ik zo chill. Ik doe dit echt vet vaak. En dan moet je hem lekker in de koelkast leggen. Dan wordt hij lekker koud. En dan kan je lekker je gezicht dus mee shapen. En er zit ook een cream eye treatment bij. Vet lekker. Wat een heerlijke producten allemaal. Oh, wat een heerlijke product. Ik hou echt van skincare producten. Echt niet normaal. Het is echt mijn leven. Maar het leukste vind ik echt deze doos. Die is echt vet leuk. Nou jongens, het is inmiddels alweer zondagmiddag. Laat ik even gevlogd. Ik ben gisteren naar Daan's verjaardag geweest. Het was echt zo leuk jongens. Het was zo gezellig. We hebben echt lekker gedanst met z'n allen. Lekker gefeest en lekker gebarbecued. Het was echt top. Super gezellig. Helemaal leuk. Ja, nu is het dus zondag en Stan die zou mee het eten nemen en dus vast niet meer heen gaan. Echt super leuk. Dus ik heb hem helemaal omgekleed en zei dat het een chic restaurant was. Dus ja, dus ik heb echt iets leuks en chics aan. Ik zal even laten zien wat het is.
Ik heb deze blazerjurk aan van Conget Fashion met deze hakken van Naked. Echt really, really love it and like it. En daarmee ga ik deze tas doen. Dus ik ben helemaal ready. Oké, we staan nu in de lift. En het is gewoon disco kleur, hoe leuk. Echt helemaal zin in. Nou jongens, we hebben net gegeten. Het was zo mooi en zo leuk. Maar ik was zo aan het genieten van het moment dat ik gewoon helemaal vergeten ben te vloggen. Ik zeg natuurlijk van, oh my god, ik heb gewoon helemaal niet gevlogd. Dat het zo mooi was en zo lekker en leuk. Maar we waren gewoon gezellig even quality time met z'n tweeën. Dus gewoon helemaal niet aan gedacht. Maar ik zal hier wat foto's plaatsen van de view en het eten. Het was echt, oh, het was zo lekker. Echt. Ik had, we hadden als begin hadden we oesters en een broodje. Toen hadden we, hadden we allebei steak tartaar en ik had jij had koekie ravioli en ik had een stukje kreeft. Ja, het was echt. We hadden ook zo lekker toetje, een soort chocoladetaartje met karamel en ijs en nootjes. En daarna hebben we nog daarboven op een bar. Een wijntje nog even gedaan, een drankje. En ja, ik kon daar dus ook buiten en dan schommelen, maar dat was helaas dicht. Maar het was zo leuk, echt love the day night. Goedemorgen, het is vandaag alweer zondag. Ik heb helemaal niet de weekvlog afgesloten, maar ik ben zo de dagen kwijt. Alweer zondag, ja, het is zo apart, want je hebt gewoon vakantie, dus je denkt echt niet aan een einde van de weekvlog of zo. Ook al heb ik volgens mij nog nooit mijn week nog afgesloten op een zondagavond. Want ik ben altijd met jou. Dus ik vergeet het altijd. In ieder geval, ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Vond je nou een leuke weekvlog? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet zeker niet op mijn YouTube kanaal te abonneren. En ja, hou mijn YouTube kanaal in de gaten. Woensdag, voor 2 dagen, vlieg ik naar Chiquintos. Dus er komen super leuke Chiquintos vlogs aan. Ik kan echt niet wachten. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!